Ze hebben nu een spelletje gehaald, Johan, dat is echt een kanje. Die van Barcelona? Ja, dat is echt een hele goeie. Die komt er niet in, want die krijgt geen werkvergunning. Ik zitten kijken, dat viel wel mee. Nee, dat is echt... Houten Klaas. Ja, Houten Klaas. Rot je nou toch op, jongen. Ja, een Houten Klaas. Dat is gewoon een hele goede voetballer, man. Pleur toch op, man. Nee, ik vond het niet veel op internet. Oké. Nee, maar ik heb op internet zitten kijken. Dan moet je maar eens kijken, want ze hebben tegen België en tegen Nederland gespeeld. Vraag hem dan die gast, min 17. Chanturia mag er niet in, omdat hij nog maar 17 is. En hij is buiten de EU, dus hij heeft geen werkvergunning krijgt in Nederland. Dus hij komt er niet in. Maar je zegt wel dat het is een goeie. Het is echt een hele goede voetballer. Ja, je bent te lullen. Je hebt er niet gezopen op wel. Nee. Dat is echt, geloof me na, dat is echt een hele goede voetbal. Ja, of hij moet misschien een paar bij... Als je van de tweede helft van Excelsior een paar kan krijgen... Er zijn echt hele goede daar, joh. Maar het is geen ijdele man die een speeltje wil hebben, Jan. Nee, dat is het niet. Hey, nou, echt, nou kijk jij zoveel voetbal. Ja, heb jij Excelsior twee wel eens zien voetballen, jij? Tegen Ajax, ja. Ja, en? Ik vond helemaal niks. Het helemaal niks. Ja. Of het Ajax, wat was het? Ja. Vriendschappelijk tegen Ajax, helemaal niks, man. Ja. Die Argentijn in de spits, die kan er helemaal geen reet van. Ah, ze hadden er op de middenveld een paar lopen. Echt waar, die kunnen nog niet bij Dordrecht 90 mee. Nee, die Pieter Visser, die heeft een berg narigheid daar binnen gebracht. Dat wil jij niet weten. Heb Piet hier wel gebracht? Nee, joh, jij weet toch. Ja, maar jij weet toch hoe het gaat, Johan. Die zitten op toernooien en alles wat onder 17 is en 1,90 meter is, pakken ze. Of die nou Wermbloem heet, of hij heet... Ah, dat is gelul. Hebben die spitsje van Frans? Is niks. Frans? Als je niet oprot. Ik heb zitten kijken. Ajax-Chelsea. Als je Luc Aal van Frankrijk, man. Die spits, hebben die wel eens gezien? Die hebben al 2-3 keer met... Die is 18 jaar, man. Die heeft tegen Nederland gespeeld. Met min 19. Ze werden helemaal zoek gespeeld. 4-1 werd het. Hij schoot er geloof ik 2 of 3. De spits van Chelsea vond ik niet onaardig. Op dat toernooi, dat laatste toernooi in Kano. Vond ik geen slechte speler. Maar ik heb gezien Ajax 1, Chelsea 2. Van Chelsea 2 vond ik er geen 1. Er kwam er nog één in. Die zei hij, dat is een Iers International. Die was zo groot. Die was zo groot en die groeit niet meer. Ja, rotte god, naar Chelsea 2. Dat was een eerste set, hoor. Ja, man. Jij hebt er ook zitten kijken. Voel jij het wat? Maar ik vind het wel grappig. Dit is de eerste man die steeds aan jou gaat zitten. Normaal gesproken zit je altijd aan. Voel jij het wat? Voel jij het wat? Dat was toch niks? Maar deze meneer die heeft ooit bij de bond, waar Jan trainer was... ook het hele personeel eruit gegooid om met een heel nieuw team en een frisse start weer te beginnen. Dus ik sluit niet uit dat hij dadelijk de bezem erdoor haalt. En dat team, dat was hij zelf, hè? De bondscoach was hij zelf. Ja, toen heeft hij zichzelf bondscoach gemaakt. Hij was allemaal omringd door oud-spelers uit de periode van Dynamo Tbilisi. Want ik heb nu, ik denk ook dat Erwin er is, maar die woont al zijn hele leven in Duitsland. Dus die zal er ook wel zijn, denk ik. Dat was Erwin? Ja, ik weet niet hoe die gozer wordt aangenaam. Ben je zoals Erwin? Ja, maar dat ken ik niet. Jij doet net op je man. Op, joh. Of van je man van kennen. Kijk, Erwin. Hoe welke Erwin? Nee, jij... Maar die zijn er. Jij bent de enige die Erwin kent. Maar ja, ik heb die gast ook allemaal niet gedacht. Erwin, dan blijkt dat ook Erwin kan uitspreken. Ja. Maar daar moeten we voor oppassen. Ja. We gaan kijken, je bent gisteren geweest in de Kuip. Beetje genoten? Ja, dat ze gewonnen hebben, 1-0. Ja, dat is het leukste. Ja. Maar de rest kan ik nou niet zeggen dat ik brullend van plezier wegliep. Nou, we gaan even kijken naar de hoogtepunt. Kijk, jij hebt wel lol daar, hoor. Johnny Wosman erbij. Met Bossie, ja. Je hebt wel gelachen toch, gisteren? Ja, met Bossie wel, ja. Maar verder niet? Nou, ik vond het een matige partij, eerlijk gezegd. Dus ik denk... met de stilstaande momenten, anders hadden ze helemaal niet gescoord. Al mocht ik zeggen, het is een periode geweest, de eerste helft, dat zowel Gent als Feyenoord 2 of 3 keer konden scoren. Raken mensen wel eens geblesseerd als je aan ze zit? Want je zit echt goed aan ze zien. Nee, als je een beetje bevelig wordt, kijk nog gelijk. Dan gaat hij gelijk een koek. Oh. Maar nee, het is toch ook zo, Tim de Klerk die is het niet met zijn trainer eens. Nee. Die mag toch in de rust in de kleedkamer zeggen wat hij ervan vindt. Hoe vaak ik wel niet bij PSV, zelfs met Hiddink, met Halver Torissen die het nooit ergens mee heen was. En dan werd er iets in de rust tegen hem gezegd. En dan stond hij op, zei hij, je krijgt de kleren, vent. En dan liep hij naar de douches toe. En dan keek die Hiddink een maandag, die dacht, zal wel. Nee, maar in kort heb jij dat er ook zat meegemaakt, of niet? Ja, maar ik denk... Jan spreken ze niet tegen. Nee, ik geef ze een koek als ze dat doen. Dan geef ze een koek bij wijze van spreken. Nee, joh. Maar het gaat er ook, maar het gaat erom, hoe gaat de groep reageren? Want daar hoor je niks van natuurlijk, nee. Hè?
Want dan, ja, daarna zegt Tim de Klerk van, hey, die zegt wat. En nou komt Mario, ja, die komt toch op zijn stapjes terug. Ja. Dus hoe gaat het nou? Volgende keer gaat een ander dat reageren. Ja, en dan, hoe gaat die bal, gaat die rollen? Hij komt hier niet sterker uit in de pool. Nee, tuurlijk niet, dat vind ik niet, nee. Met Kiev, ja, daar zitten wel, ze hebben er nou eentje gekocht, die André. Die André? Die van, ken je die? Die van Sand, ken je die? Nee. Nou, André, nou, die Braziliaan. Ja, dat is niet te geloven dat je die niet kent, man. Dat is wel niet te geloven, man. Die bij Dikkie advocaat speelde. Ja, nee. Die hebben Santos gespeeld, joh. Die hebben ze gekocht. Die hebben nog gespeeld met 20 jaar. Maar wie heeft die nou gekocht dan? Die namen Kier. Die gozer die inviel. Die is ook een kleine mannetje. Ik kon er niks van. Nou, heb je meer. Wat een pleuk op, joh. Nee, joh. Het was alleen wat ik even in die 20 minuten gezien heb. Maar jij hebt hem vaker gezien. Ja, echt. Ik was Santos. Heb je weer zitten zeppen, zeker dan allemaal net. Nee, maar ik heb de laatste 20 minuten alleen gezien van die jongen. Maar ik heb hem nooit bij Santos zien spelen. André Philippe krijg ik nu door. Is dat hem? Dat is echt. Die komt van Santos vandaan. De dag ervoor hebben ze die gehaald. Ja. Omdat ze die gozer, weet je, die andere spits. Milevski, ja, die wil weg. Normaal gaat hij naar Liverpool toe. Bedankt, Johan. Graag gedaan. Kom nog een keer langs, gezellig. Sla je René nog een paar keer zo even goed. Ja, dan slaan we live voor zijn bakkers. Komt het helemaal goed. René, ook bedankt. Ik zie je maandag weer. Dat zelt altijd over jou.